camera zijn zo'n 360 graden boven. Voor mij betekent Urbex plekken waar niet meer om gegeven wordt. Waar alles achter is gelaten, gewoon. Waar je totaal niet weet wat er gebeurd is. Het geeft mij altijd wel een kick op zo'n plek komen. Dat is altijd een verrassing. Je weet nooit wat je gaat tegenkomen. Heel vreemd gevoel dat ik krijg als ik ga urbexen. Het is, in het begin is het zo spannend en rondkijken van hoe gaan we hier binnen moeten geraken. We moeten eerst op zoek gaan naar een ingang ook al, want wij zoeken zelf niet heel veel op. Vorige keer stonden wij hier met drie en dan kwam er zo'n politieboot voorbij gevaren. Als wij naar zo'n locatie gaan eigenlijk, doen we dat voornamelijk om foto's te nemen. Wat er gevaarlijk is, is dat je door de grond kunt zakken. Je kunt de eigenaar tegenkomen, die kan heel boos worden als er nog een eigenaar is. Soms plaatsen die dan niet meer zo veilig zijn, die dat ook met een reden eigenlijk niet meer bewoond zijn of in gebruik zijn. Jullie zijn nou niet bang of zo? Jawel, ik ben altijd bang. Echt waar. We kunnen zwervers tegenkomen, we kunnen mensen tegenkomen die hebben beslist om daar te gaan wonen. We kunnen junkies tegenkomen, mensen die daar beslissen om hun drugs daar te gaan gebruiken en die dat er niet mee lachen als daar iemand met een camera binnenkomt. We kunnen honden tegenkomen die dat daar gezet zijn om de plek te bewaken. We kunnen politie tegenkomen die dat ons een boete willen geven voor inbraak of iets. Wij breken zelf nooit iets open, maar er worden wel dingen opengebroken om in een locatie te kunnen geraken door andere mensen. Als de politie je ziet op die moment, zeg jij een dader. Soms speel een beetje met uw leven, maar we houden het nog wel in de mate dat het veilig blijft. Ik weet niet of ik dat moet doen. Jawel. Ik ook. Deze gast. Jij doet anders. Die echte vrienaartjes en zo, die gaan over die bazen en zo, weet je wel. Die zoeken hier zo de kick eigenlijk. Waar moeten we hier? Soms over een hek, soms niet, soms door een hek. En dan begint het als je op het domein komt, begin rond te kijken en achter elk hoekje is er iets nieuws en je weet niet wat. En dat is geweldig, ik vind dat echt een geweldig gevoel eigenlijk. Hart dat in de keel begint te bonken, een beetje beginnen zweten, ik vind dat geweldig. Dat is echt fysieke training dat wij hier doen, dat sowieso. De situatie waar ik het meeste schrik had, we zijn naar een gigantisch groot huis geweest. We wisten dat verkocht was, heel recent. En we dachten, we gaan dat nog snel doen, want dat was prachtig. Ik ben daardoor een heel hoog klimmetje moeten doen, door een klein raampje kruipen. Dan zijn we eindelijk binnengeraakt. We zijn aan het verkennen en ineens horen wij de voordeur, horen wij de sleutel in de deurgat gaan. We panikeerden, we waren verstoppertje met die mensen aan het spelen. Die waren boven, wij waren beneden, dat was echt, we waren in paniek. En die wisten niet dat wij er waren, dus we gaan naar de kelder. We denken, we vinden daar wel een uitgang of zo. We zaten vast in de kelder. We zien dat licht ineens in de kelder komen en ons hart. Toen heb ik echt panikeerd en we keken naar elkaar en ik zeg, wat gaan we doen? Zetten, dat is zo. Niks in de bullshit. Locaties worden jammer genoeg wel een beetje heel snel doorgegeven. Dat is ten koste van de locatie heel vaak ook wel. Maar dat zorgt er voor ons ook wel voor dat we die plekken altijd kunnen gaan bezoeken natuurlijk. Oeh. Het is echt zo'n mooi geel dat hier komt. Het grote probleem, mensen pakken souvenirs mee. Het is direct gestolen en branden en zo op locaties. Dat is verschrikkelijk. Jongeren dat er een beetje drugs gaan gebruiken, zich willen amuseren. Het wordt allemaal wel leuk, het wordt wat kouder, vuurtje maken. Oei, dat wordt hier een beetje een groot vuurtje. Maken dat we hier weg zijn. Gebouwen die in brand vliegen, dat is verschrikkelijk. Daar liggen nog allemaal wijnflessen en zo. Zo graaf, echt een wijnkelder of zo. Ja, dat is wel een mooie shit sowieso. Een relatiegeschenk met smaak. Chateau Clark. Oh, Chateau Clark. Sorry, de beste rijder. Dat is hier al in. Wat doen wij als er politie komt? Goh, wij hebben het alarm op ongeluk doen afgaan en dan is dat vaak lopen en dan zijn er meestal geen problemen. Er rijdt hier wel politie op precies, hè? We beter even weg gaan gewoon. De raad die wij kunnen meegeven aan beginnende urbexers, waar ze zeker op moeten letten, is: ga in het begin sowieso niet alleen. In het begin pakt iemand mee voor de zekerheid, totdat je wat begint te snappen wat voor locaties dat er te doen zijn alleen en welke niet. Pakt gewoon niks mee, laat alles gewoon mooi liggen. Je kunt iets vastpakken en daar eens naar kijken, maar ligt dat gewoon mooi terug. Dus probeer ik tegen iedereen te zeggen van, doe dat alsjeblieft, laat gewoon alles liggen. Hier is een deur, man. Ga erop staan. Dat is echt wel een schommel geweest, hè? Ja, doe dat. Dat durf ik echt wel missen. Waarom niet? Soms komen wij in huis en dan liggen daar foto's van de mensen die daar wonen, dan liggen daar boekjes en je schetst een beetje wat voor leven dat daar geleid is. Je ziet daar spelletjes liggen of zo, je weet, ah, je hebt veel gezelschapsspelletjes gespeeld.
balken direct erin. Fabrieken inderdaad ook, dan, we zijn ons op hoogtes aan het lopen. En dan denk ik zo van, amai, op een dag hebben hier zoveel mensen over die bruggen hier liggen lopen eigenlijk, liggen werken gewoon. En nu zijn wij foto's aan het nemen, dus dat doet mij altijd wel iets, die geschiedenis van het plek, dat zeker wel. Van mij mag de natuur al die soorten gebouwen gewoon helemaal overnemen. Gewoon terug naar hoe dat was. Vertel eens, wat denk je van die mensen van die hoogtes beklimmen? Denk je dat die bang zijn? Ik denk dat die nooit bang hebben, eerlijk gezegd. Ik weet het niet goed. Ik heb superveel mensen.